Hallo, mijn naam is Lia van Loo van het Buitenlab Lessen in Leiderschap en ik wil je graag wat meer vertellen over keuzes maken. Keuzes maken zijn best wel mannen. En bij die keuzes maken kan de herfst jou heel goed van als voorbeeld dienen. Want dan denk je van, hey, het is nu toch zomer? Ja, het is stralend weer en je geniet van de zomer. De zomer is het moment om te genieten van de dingen die je bereikt hebt. In je gezin, je baan, je relatie. Maar het zijn ook wel eens periodes in je leven dat je niet zo geniet. Dat het tegen zit en dat het wat minder gaat. En dan is het belangrijk, welke keuzes maak ik dan? En de herfst, dan is het eigenlijk een herfst in je leven. Dan is het eigenlijk, de zomer is voorbij, het gaat niet meer zo lekker. En dan is even de vraag, en wat moet ik nu? En wat ik dan merk, is dat heel veel mensen het heel lastig vinden om keuzes te maken. Als het lastig is in situaties of dat het... Dat ze niet weten hoe ze die keuzes moeten maken. En daarom wil ik je graag het voorbeeld meegeven van de herfst. De herfst gaat eigenlijk om twee dingen. In de zomer heb je genoten en volop zat je in je energie. In de herfst gaat het om loslaten. De zomer is voorbij. En dan gaat het om loslaten van dingen die er in de zomer waren. Dat kan zijn die baan die ooit wel heel goed was, maar waar je uitgegroeid bent. De relatie die voorbij is gegaan. Je gezondheid die misschien, waar je misschien afscheid van moet nemen. Dingen komen op je pad en waardoor je in de herfstperiode komt. En door die herfst moet je dus ook dingen loslaten. En dan kun je wel blijven terugkijken naar de zomer. Had ik nog maar die baan? Was ik nog maar gelukkiger? Maar daarmee ga je jezelf niet verder helpen. Je zult keuzes moeten maken hoe je verder gaat. Want stilstaan is geen keuze. En dat is een hele lastige, want als je stilstaat, eigenlijk is dat ook een keuze. Je kiest met stilstand om te blijven zitten in de situatie waar je nu zit. Je komt niet vooruit. De keuzes. Je kunt ook bewust een keuze maken. Ik ga even een tijdje hier stilzitten om te kijken wat ik wil. Maar maak een keuze. Ga wat doen. En dan kan de herfst jou daarbij heel mooi helpen. Want in de herfst gaat het om twee dingen. Het gaat over loslaten van zaken. Waarom wil ik die dan loslaten van die relatie? Want als je alles mee kunt nemen in de herfst, na de winter, die straks koud en alleen is, waar de energie naar binnen gaat, dan gaat een plant kapot. In de herfst laten planten hun bladeren los om de koude winter in te gaan. Wat moet jij loslaten? Welke overtuigingen moet jij loslaten? Misschien moet je wel afscheid nemen van bepaalde mensen. Overtuigingen van, ik ben niet goed genoeg. Heb ik wel genoeg ervaring? Heb ik wel de juiste leeftijd? Want dat zijn dingen die je nog vasthouden aan die zomer. Dingen die je nog vasthouden aan die oude tijd. Terwijl er een nieuwe tijd aan zit te komen. Na de herfst, komt zeker de winter... En ook weer de lente. Maar zover is het nog niet. Je zult die herfst door moeten. En dan is het wel goed om vanuit de herfst te kijken. Welke vruchten heeft die herfst in de zomer mij opgeleverd? Als je kijkt naar welke kennis heb je opgedaan. Welke mensen heb je ontmoet. Welke relaties heb je opgebouwd. Welke vaardigheden heb je bijgeleerd. Dat zijn allemaal vruchten van de goede periode. Van de periode waarin je genoot. Kijk daar eens naar en welke wil je daarvan meenemen de winter in, zodat je goede keuzes kunt maken. Als je iets wilt vasthouden, de kern waar het om gaat, hè, dat is wat een boom in de winter doet, dan trekt hij al zijn energie terug naar binnen en gaat van daaruit met de nieuwe zaden weer aan de slag. Dus geniet van de vruchten die je hebt beleefd in de herfst. Geniet van, hè, wat heeft jou gevoed of waarmee heb je anderen kunnen voeden met die vruchten. Dus laat oude overtuigingen en angsten, laat die los. Ze houden je vast aan de zomer en de zomer die gaat voorbij. En kijk naar de vruchten die je hebt behaald van de zomer. Want kiezen is een heel belangrijk ding. Elke dag kun je opnieuw een keuze maken. Hou ik vast of laat ik los? Wat is voor mij belangrijk? Dan is het heel goed om te weten van... Welke vruchten wil ik meenemen de winter in? Wat is voor mij belangrijk? En als je iets wilt vasthouden wat belangrijk is, dan moet je andere zaken die minder belangrijk zijn loslaten. Waar word je gelukkig van?
En soms is dat lastig om te weten van, ja, als ik nou die kant, hè, soms wil je wel een teken van boven, als ik nou die kant op ga, dan komt het goed. Helaas werkt het niet zo, maar ik weet wel, ook uit eigen ervaring, ook ik heb periodes gehad waarin ik heb geworsteld met, heb ik de juiste baan, gaat het goed komen, hoe ga ik om met ziekte, hoe ga ik om. Dus iedereen maakt die periodes in je leven mee dat je tegenslag hebt. En wat ik elke keer probeer te doen is, oké, je kunt dan kijken wat er allemaal niet meer is. En dat wordt heel zwaar en heel lastig. En je kunt ook kijken, wat is er nog wel? Wat kan ik meenemen de winter in? Waar word ik gelukkig en blij van? En dat is de les van de herfst. Wat zijn de vruchten die je meeneemt de winter in? En vanuit daar ga je hele andere keuzes maken. Ga je hele andere mogelijkheden zien. Dan ga je niet vanuit de angst van, had ik nog maar, en het vasthouden, krampachtig vasthouden. Van, oh, ik moet geld hebben, want anders, en ik blijf zitten in een baan waar ik niet gelukkig ben. Of ik blijf zitten in een relatie, omdat een bepaalde overtuiging is van, anders denken ze op een bepaalde manier over mij. Dus je hebt elke keer blijven zitten op een plek waar je niet gelukkig bent, is ook een keuze. En dan kun je zeggen, ja, maar ik heb geen keuze. Er is altijd een keuze om een kleine stap te doen, een klein iets wat anders te doen. En daartoe wil ik je uitnodigen. En probeer eens kleine stapjes te nemen. Daarvoor moet je de herfst in, oude zaken loslaten, de vruchten meenemen. En dan keuzes maken in de winter, want daar is de winter voor. Wat ga ik meenemen? Hoe ga ik weer een nieuwe stap maken? En die nieuwe stap die komt pas in de lente. En die kan niet komen, er zullen geen nieuwe dingen ontwikkelen als je niet oude zaken loslaat. En angst is daarbij geen goede raadgever. Elke dag kun je dus opnieuw keuzes maken. En leiderschap gaat erom dat jij, ook als de situatie lastig is, of het nou een lastige situatie is op je werk, een lastige situatie op je, in je relatie of rondom je gezondheid, dat je elke dag die keuze maakt vanuit de overtuiging van wat wil ik wel. Dus niet wat wil ik niet, wat wil ik wel. En vanuit daar, hè, welke vruchten neem ik mee? En vanuit daar gaan er dingen ontstaan en vanuit daar ontstaat er nieuwe energie om in de lente weer nieuwe stappen te nemen. Ik hoop dat jij, als je hier vragen over hebt, over de herfst en over het maken van keuzes, dan hoor ik die graag hieronder. Ik hoor ook graag je reactie op de stukjes. Zit jij op dit moment in een herfstperiode in je leven? Neem gerust eens contact op om te kijken wat ik voor je kan betekenen. Ik help je graag. Tot ziens!